Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag deze Nederlandse spoorwegen 1215. Deze is een Fleisman, model nummer 4372. Ik ben begonnen met hem schoon te maken als opname en halverwege heb ik besloten dat ik hem wilde digitaliseren. Vanwege de uitdaging die het geeft om zo'n motorschild goed te isoleren. Dat betekent alleen dat het filmpje wat dadelijk komt, begint met schoonmaken en ergens een onlogische overgang heeft naar digitaliseren. Het is helaas, maar opnieuw opnemen gaat niet, want deze is inmiddels af. Dus veel kijkplezier. Deze lok komt uit een grotere collectie die ik overgenomen heb. En hij is volledig analoog. Mijn plan ervoor is, ik heb een motorschild. Even kijken. Dit zijn motorschilden die door Fleisman gemaakt worden om oude locomotieven toch digitaal te kunnen laten rijden. Ik speel met de gedachte om dat hiermee te gaan doen, maar voordat ik daarmee begin wil ik hem eerst zoals hij nu is analoog een beetje schoonmaken en goed laten rijden. Deze locomotief heeft hier een schakelaar en daarmee kun je schakelen tussen rijden via de stroom via de assen of via de pantografen. Als je deze op pantografen zet, daar is een kleine schakelaar. Je zet hem op het spoor en ik geef hier buiten beeld even gas. Gebeurt er dus niks, hij pakt er nu alleen stroom via de panto's. Zet je de schakelaar terug naar wielen. Kijk, begint hij meteen te rijden. Hij is in ieder geval goed genoeg dat hij schoon genoeg dat hij kan rijden. Maar de wielen, de voorkant heeft anti-slipbanden en één wiel waar stroom opgepikt kan worden. Hoewel ook dit wiel een stroompickup heeft. Maar ja, met een anti-slipwiel zal die niet heel veel doen. En de achterste wielen hebben stroompickups, maar zijn best wel helemaal zwart. Dus die zullen schoongemaakt worden. Die ga ik schoonmaken. En ik ben heel benieuwd hoe zo'n oudje eruit ziet van binnen. Hij is loeizwaar. En als het goed is, zit alles vast met deze ene schroef. En moet je daarna de behuizing een klein beetje openmaken. Bij de deuren. Zo. En ook aan deze kant. Hop. Hij kan niet veel verder los dan dit. Vanwege alle bekabeling die erin zit. We hebben hier een solide blok metaal. Waarin de wielen, de onderstellen hangen. Die ook vrij veel metaal in zich hebben. Maakt hem lekker stevig. De buitenkant hier is wel van plastic, denk ik. Hoop ik. Zodat je nog wel wat scheiding hebt tussen deze twee blokken. De motor is zo'n typische pannenkoekmotor met heel veel gewichtjes erover omheen in dit geval. En een boel bekabeling die hier naar binnen loopt. Even zien. De blauwe en de zwarte draad. Hier en hier ook de zwarte en de blauwe zijn de stroompickups. Die gaan. Blauw gaat naar de schakelaar die ik net aan de buitenkant heb omgezet. De rode kleine draad hier gaat naar de pantograaf en deze rode gaat ook naar de pantograaf. Dus zet je hem op rails, dan komt de stroom via deze blauwe binnen. Gaat door deze blauwe draad naar een ontstoring toe. Die zorgt voor de ontstoring tussen de rode en de blauwe draad dat je minder ruis hebt op je tv van vroeger. Deze blauwe draad gaat naar het motorframe toe. En de zwarte draad
van de power pickup hier. En niet van de power pickup aan deze kant. Dus alleen van de power pickup hier gaat naar de lichten. Hier naar de lichten. En daarna naar de motor toe. Dat betekent dat deze kant geïsoleerd is. En dat dit deel het frame is. Nu zou het kunnen. Dat. Even kijken qua isolatie. Zou het wel eens kunnen dat het niet per se nodig is om dit schild te vervangen, aangezien die motor redelijk geïsoleerd is. Ik bedoel, ja, daar zit, zeg ik het goed, deze kant is geïsoleerd. Volgens mij zijn beide al geïsoleerd als ik het zo zie. Dat is iets om door te meten. Mocht het zo zijn dat beide geïsoleerd zijn en je zou deze willen gaan digitaliseren, dan kun je rechtstreeks op deze twee aansluitingen de decoder zetten. En de lamp kun je op de decoder doen. De draden kun je opnieuw aanleggen. En dan hoef je niet het schild te vervangen. Ben benieuwd. Wat ik nu eerst ga doen. Wielen schoonmaken. En ik ga kijken of ik de wiel stellen. De onderstellen helemaal los kan halen van het frame. Het schild eraf halen. En even alles lekker schoonmaken. Zodat het zodat hij wat beter rijdt analoog. Nou, ik heb eventjes de wielen nagelopen en schoongemaakt. Ze zien er nu weer zilverachtig uit. Ik heb de motor losgehaald. Alles is goed gesmeerd. En deze was wat vies geworden. Die heb ik mooi schoongemaakt. Dus daarmee is die ook goed. De koolborstels waren ook nog redelijk. En ik zit te kijken nog naar het motorschild. En hoe ik hem dadelijk weer in elkaar ga zetten. Want ik heb wat dingen losgesoldeerd. En ik hoop dat ik nog weet hoe ze vast zaten. Het is verder een goed onderhouden net trein. Er is weinig slijtage dat ik zo kan zien. Behalve ja, hier in de hoek is wat verf af. Dat is het dan. Dus om trouwens deze motor eruit te krijgen, moet je onderaan een schroef loshalen. Hier onderaan. En dan komt dit blok wat over de motor hangt, komt dan los. En dat is volgens mij metaal. Geen lood in ieder geval. En daarmee heb je genoeg bewegingsvrijheid om hem langzaam uit dit frame te halen. Als hij uit dit frame is, dan kun je hem helemaal loshalen. Zijn de paar draden los solderen. Ik ga verder met het aanpassen van zo'n schildje. Ik ga laten zien hoe je deze aan kunt passen zodat je hem aan de decoder kunt hangen zonder gebruik te moeten maken van deze plastic van Fleischmann. Het eerste probleem waar je tegenaan gaat lopen is, je hebt deze pannenkoekmotors, die hebben een motorschild. Dat is volledig van metaal. Ik heb er hier eentje die ik nog los had liggen. Bij deze schildjes zit één kant van het spoor heeft dezelfde polariteit als het hele frame. En bij de motor is één van de koolborstels zit vast aan het frame. Op deze manier krijg je dat je veel minder bedrading nodig hebt. Je hoeft alleen maar van de andere kant van het spoor naar een van de koolborstels te gaan. In dit geval is dat dus deze. Dus als je nu hier een continuity meter opzet die piepjes geeft bij kortsluiting, dan zul je zien dat van het schild naar deze is er geen verbinding, maar naar deze is er wel een verbinding. Als je nu een decoder hierop zou zetten, waarbij je de oranje en grijze draad op de motor moet zetten, maakt in dit geval de grijze draad ook meteen contact met de rails. Op het moment dat jij je trein op de rails zet, is de decoder doorgebrand. Om dat probleem op te lossen, moet je dus deze bus aan deze kant zien te isoleren. Nou, om dat voor elkaar te krijgen, is niet heel moeilijk, ben ik achtergekomen. Ik heb wat rondgezocht op fora en het komt erop neer dat dus je hier een beetje uit moet boren. En daarvoor heb ik gebruikt
Een 3,2 mm boor aan het remel vast, waarmee ik langzaam hier dit gat uit heb geboord. Als je klaar bent met boren, dan hou je over één busje, zoals dit. En een motorschild met een gat erin. Omdat ik weer vooruit aan het werken was, heb ik hier ook al inmiddels een stukje isolatie ingestoken. Ik heb gebruikt hiervoor heatshrink krimpkous van 3 mm. Omdat ik eerder dus een 3,2 mm boor gebruikt heb. Ik kan nu deze bus hier weer opzetten en het geheel zo goed mogelijk naar binnen gaan duwen. En als dat allemaal op zijn plek zit, een druppeltje lijm erop. En dan als het goed is, is hij dan geïsoleerd. Als je het ringetje terugduwt door de isolatie heen, vergeet dan niet ook het stukje metaal mee te nemen. En op zijn plek te doen, zodat je weer een punt hebt om aan vast te solderen. Anders moet je aan de bus zelf gaan solderen. En het is wel fijn, dadelijk kunnen hier gewoon deze kapjes op. Als je dan een scherp mes neemt, dan, ik raad aan een echt scherp mes te pakken, niet wat ik hier te pakken heb, dan is het mogelijk om hem vrij strak af te snijden. Zo. Deze moet ik nog even vastlijmen, maar ik heb hier mijn meter weer. Continuity piept als er kortsluiting is. Dus als ik vanaf deze kant van het schild hier naartoe ga, duidelijk, dat is ook de bedoeling. Dit is de oude aansluiting, geen kortsluiting. En dit is de nieuwe, ook niet meer. Ik ga de boel fixeren met wat lijm. En dan kan die in een oude locomotief. Zo, de kabel zit er vast. Hier aan het frame zit een kabel. Die gaat naar deze kant toe. Zo moet ik hem eigenlijk neerleggen. Hier zit de bekabeling. Die gaat nog steeds naar de switch. De bovenleiding zit hier nog aangesloten. Aan het pootje van de schakelaar zit de decoder. Dat is een stroompickup. Deze gaat naar de stroompickup van de andere pol. Grijs en oranje gaan naar de motor. Blauw gaat naar deze kant en naar deze kant voor de lampen. Wit zit hier en geel zit hier. Nu verwacht ik dat als ik ermee ga rijden, dat de lampen precies verkeerd om zitten. Als dat het geval is, wissel ik deze twee kabels om. En dan zou die goed moeten zijn. De decoder Pro is inmiddels gestart. Eens kijken wat er gebeurt als ik een stroom opzet. Geen kortsluiting. Dat is mooi. Goed begin. Lampen branden aan deze kant. Even kijken of ik het kan vinden wat hierop staat. Motoraansturing werkt. Ik vraag nu uit, welke lok ben jij? Mijn decoder Pro zegt, ik ken deze nog niet, deze decoder. Maar de motor bewoog, dat betekent dat dat ook goed gaat. Nou, nieuwe locomotief. Decoder type lezen. Ik heb hier een goedkope lees DCC in zitten. Ik heb twee outputs genoeg. Adres kiezen. Wegschrijven. Naampje geven. Even een tijdelijke naam. Opslaan. Zo. Fleischmann. Ik doe nu bijna niets aan programmeren voor deze. Ik ga alleen even kijken wat er gebeurt. Of ik hem kan besturen en of dat de lichten het doen. Kijk, ik sluit hem opnieuw aan. De lampen gaan meteen branden. Eén lamp in ieder geval. Dus ik pak mijn throttle erbij. Oh. Zo. De wielen gaan die kant op. En zoals je kunt zien, dat is ook de kant waar de lampen branden. Dit is vooruit.
En als ik nu zeg, nee sorry, het is achteruit, dus nu zeg ga voorwaarts. Lampen wisselen, hier naartoe. En de wielen gaan inderdaad ook die kant op. Betekent dat het aansluiten in één keer gelukt is. Op dit moment is het een digitale locomotief. Nu rest mij nog de hele boel weer terug in elkaar zetten en wat kabels wegwerken. En dit is dan het eindresultaat geworden. Ik had nog wat problemen met een kortsluiting op een van de verlichtingen. Die heb ik omgezet van de witte kabel naar een groene kabel en hem iets anders geprogrammeerd. Hij heeft zijn oude L-vorm sluitsein behouden en er zitten nog steeds gloeilampen in. En hij is nu te regelen via Decoder Pro of via Jeremy. Hij rijdt nu de andere kant op. Er zit geen rood sluitsein op. En dat vind ik eigenlijk prima. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.